Ja, we bestaan dit jaar 45 jaar en ter gelegenheid van die verjaardag hadden we geprobeerd om eigenlijk een speciaal stuk te doen. We hebben 5 jaar geleden op de Schranshoeven een openluchtstuk gedaan. Dat was met muziek, dans en dergelijke meer. Nu zijn we 45 jaar oud en allee, we hebben eigenlijk een beetje de inspiratie gehaald van 5 jaar geleden. Zij het dan in een kleinere versie, kleiner format. Dus ook terug een stuk met toneel, grappig, muziek, dans, zang en dergelijke meer. Dus het heeft een toegevoegde waarde als daar muziek en dergelijke meer in kan. Wat nog een bijkomend feit is, is dat het eigenlijk een herneming is van het stuk dat we gespeeld hebben voor onze 20ste verjaardag. Vertel eens iets meer over jullie rollen hier. Ik ben dus de dochter, de jongste van heel het stuk eigenlijk. En ik ga mijn leven opbouwen, een kindje krijgen, trouwen of misschien niet. En dat zorgt voor allerlei spanningen binnen het toch wel zeer traditioneel gezin. Ik ben de grootvader in het stuk. Die het aan de stok krijgt met zijn vrouw over een danswedstrijd onder andere. In feite komt het daar zo een beetje op neer. Twee oude brompotten bijeen die een beetje peper en zout in de soep doen tijdens het stuk. Hè. In het stuk speel ik haar grootvader, maar in feite is dat mijn dochter. Voor als ik mijn haar wil leggen, dat het blijft liggen. Dus dan moet ik een beetje haarlak erop zo. En dan blijft het mooi liggen. Ja. Daar deed ik dat voor. En de meisjes kunnen zich hier opmaken. Dit was typisch. Waarom zouden mensen uit Sims moeten komen kijken naar het stuk? Oh, gewoon voor een leuk avondje plezier. Het is een keer iets anders dan tv kijken. Je kunt ermee lachen. Ja, echt, het is gezellig.